Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn make-up bijwerk. Je hebt twee soorten mensen. De eerste is die zich in de ochtend opmaken, gaan werken of wat dan ook. En dan in de avond iets gaan doen en dan voordat ze dat gaan doen, heel de make-up eraf halen en opnieuw opdoen. En je hebt de andere soort mens en dat zijn de meiden die daar geen zin in hebben, zoals moi. En die gewoon de make-up bijwerken. Dus niet helemaal eraf halen en opnieuw opdoen, maar gewoon lekker bijwerken. Ik doe dat altijd. Ik ga echt niet mijn hele make-up eraf halen. Dit kost zoveel tijd. Kijk, als je niet veel make-up opdoet, kun je het er gewoon helemaal afhalen en dan snel weer erop doen. Maar ik doe altijd zoveel dat ik echt niet met twee keer ga opmaken in één dag. Ik heb al moeite met één keer per dag. Ik wou maar gewoon dat mijn make-up er een week op bleef. Ik ga ook heel snel laten zien hoe ik deze make-up look heb gemaakt überhaupt en wat ik heb gebruikt. En dan in de avond kom ik terug en dan laat ik zien hoe ik mijn make-up altijd bijwerk. Dus ben je hier benieuwd naar? Blijf dan gewoon even kijken. Nou, ik ga me dus nou opmaken. Het leek me wel leuk om dat ook gewoon in de video te laten. In plaats echt alleen straks pas te filmen als ik mijn make-up ga bijwerken. Ik ga dit dan wel een beetje anders doen. Ik ga me gewoon helemaal opmaken. Zonder geluid, zonder gepraat. Ik ga het ook gewoon doorspoelen. Maar ik laat wel zien wat ik gebruik en zo. Maar ik spoel gewoon alles heel snel door. Omdat het in de video in principe hier niet over gaat. Dan ga ik beginnen. Beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you? My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign. Nou, dit was dan mijn make-up look. Alles wat ik heb gebruikt zet ik ook hier beneden neer in de beschrijving. Zodat je het precies weet, aangezien het best wel snel ging. Ik heb dit oogschaduwpaletje van Makeup Revolution gebruikt. Dit is de Live on the Dance Floor. Echt, dit paletje is mooi. Kijk die kleuren. Ja, je hebt het natuurlijk net al gezien. Ik had deze nog nooit gebruikt. Dit was de eerste keer. En hij is maar 10 euro, mensen. Tenminste, iets in de 10 euro. Ik weet niet of het precies 10 euro was. Bij de Booty Shop. Dus mocht je nog op zoek zijn naar zo'n leuk betaalbaar paletje. Ik vind hem echt heel mooi. En voor de mensen die mijn vorige video hebben gezien over de Urban Decay Heat Palette, de dupe. Als je die nog niet hebt gezien, klik even hier. Dit is daar ook een hele goede dupe voor met een stuk meer kleuren. Nou, het is over 3:40. Ik ga daar verder niks meer doen met mijn make-up. Ik kom vanavond weer terug. Ik ga mijn make-up natuurlijk niet bijwerken, want dat ga ik doen op camera. Dus dan gaan we straks zien hoe de make-up er nog op zit. En wat ik altijd doe om het bij te werken.
Tot straks! Nou, daar ben ik weer. Het is nu 8:50. Dat betekent dat mijn make-up er ongeveer 6 uur op zit. Ik had nog later willen komen, maar ik ga om 10 uur naar de bios. En ja, dan moet ik het dus doen na de film. Dat is om 12:30 s'nachts. En ja, dat is ook weer een beetje overdreven. Eén heel groot voordeel dat ik heb, waardoor mijn make-up er altijd wel wat langer op blijft zitten, is dat ik een normale tot droge huid heb. Het is meestal bij een vettige huid, waarna bij een aantal uur alles eraf smelt en het helemaal dramatisch is. Dus ja, droge huid hebben is niet iets positiefs, maar in dit geval wel. Ik ga dan nou gewoon laten zien hoe ik het altijd bijwerk. Want ja, ik ga nou ook naar de bios, dus ik zou het normaal nou ook gewoon bijwerken. Als ik nou een vettige huid had gehad, dan was het eerste wat ik had gedaan is van die papiertjes die je olie opzuigen op mijn gezicht doen, zodat alle olie eraf gaat. Die papiertjes heb je bij de Kiko en ja, vast ook nog wel op andere plekken. Maar daarmee kun je al het vettige van je gezicht afhalen. Nou, ik check altijd eerst mijn wimpers of ze niet los zitten. Deze zit hier een beetje in de hoek los. Want het heeft hier een beetje getraand. Maar niet echt dramatisch dat ik ze er nog moet opplakken. Als hij een beetje los zit, ben ik zelfs te lui om de hele wimper eraf te halen en opnieuw te plakken. Als het maar lukt, doe ik gewoon lui zo in dat hoekje. En dan plak ik het gewoon bij. Nou, ik pak altijd eerst een pressed poeder. Dit is de L'Oreal True Match Powder. In de kleur Golden Beige. En een grote fluffy kwast. En dat doe ik gewoon zo over mijn hele gezicht. Want mijn blush en mijn highlighter gaat er altijd wel van af na een paar uur. Dus ja, dan kan dit er gewoon weer op. Dit maakt het ook weer gelijk iets matter. En dan pak ik een matte, hele lichte pressed poeder. En deze doe ik dan zo onder mijn oog. Om het daar weer een beetje te verlichten. En de creases een beetje te stoppen. En een beetje op mijn neus, want de contour is overnaamd. Ook bij mijn kin. En bij mijn voorhoofd. Nou, mijn eyeliner is er hier in het begin een beetje vanaf. En normaal als ik een wing heb, gaat de wing er ook een beetje vanaf. Die werk ik gewoon bij. Iets wat ik eigenlijk nooit bijwerk is mijn oogschaduw, omdat het niet echt hoeft. Die zit er altijd wel gewoon goed op. Plus het is heel moeilijk om die bij te werken, omdat je heel veel kleuren en stappen hebt gebruikt. Ik doe ook altijd nog een beetje extra mascara op mijn onderwimpers. Gewoon om het nog iets voller te maken en iets zwarter. Dan pak ik mijn bronzer, mijn Hoola Benefit bronzer. Mijn Benefit Hoola bronzer. En dan ga ik even mijn gezicht een beetje bijbronzen. Niet te veel, want je hebt natuurlijk gewoon al make-up op. Dus je moet niet te veel gaan opdoen. En de blush die ik heb opgedaan, die doe ik ook weer op. Ik merk toch dat blush er echt bijna altijd van afgaat. Ook als je een dure gebruikt, want deze van Benefit is ook gewoon duur. Dit is trouwens de California blush. Misschien gaan er altijd wel af, maar ik moet ook zeggen, ik heb ook even geslapen. Dus dan lig je ook zo op je gezicht. En dan gaat het er eigenlijk altijd wel af. Highlighter gaat er ook altijd wel een beetje vanaf. En ik moet eerlijk bekennen, ook al is het er niet echt af, werk ik het alsnog bij gewoon om extra te hebben. Ik had ook een beetje highlighter in mijn binnenste ooghoek. Die werk ik ook bij, want die is er ook af. Vooral hier bij dit oog, omdat ik daar heb getraind. Is die er ook helemaal afgegaan. Zie je hoe ik nou weer een beetje gewoon heel snel met een paar touch-up weer bijna lijkt alsof ik me net heb opgemaakt. Als je nog extra wilt zijn, kun je ook je wenkbrauwen bijwerken met brow gel. Dat ze gewoon nog extra goed op hun plek blijven. En dan als laatste lippen. Lipstick is er ook weer helemaal vanaf. Werk ik gewoon bij. Maar dit is ook geen long-lasting lipstick of zo, dus dat hij eraf gaat is normaal. En dan nog wat setting spray. Nou, het is nou echt alsof ik me gewoon weer net heb opgemaakt. Dit kun je in principe eigenlijk alleen doen als je thuis bent en je gaat je make-up bijwerken. Want er zijn best wel veel make-up producten die ik opnieuw aanbreng. Als ik niet de tijd heb om naar huis te gaan en om make-up bij te werken en ik moet gewoon to-go doen. Ik heb altijd lipstick bij. Lipstick ook bij long-lasting lipsticks, want na 8 uur gaan ze er toch vanaf. Of minder zelfs nog. Hangt er ook vanaf wat je eet en zo. Lipstick heb ik altijd bij om bij te werken. Altijd. Ik heb ook altijd van die mini make-up doekjes bij. Deze zijn van de Kiko. Deze zijn super handig voor mee. Bijvoorbeeld als ik een liquid lipstick op heb gedaan. En als ik ga eten of gewoon na een tijd gaat het er een beetje vanaf zo binnen hier. En dat is zo lelijk. En dan moet ik deze gebruiken om het eraf te doen en het opnieuw aan te brengen. Dus lipsticks en deze mini make-up wipes heb ik altijd bij. En blush heb ik altijd bij en highlighter. Dus lipstick, blush en highlighter. Dat zijn de meest makkelijke dingen om makkelijk bij te werken dat je er weer goed uitziet. De reden dat ik een blush meeneem en geen bronzer is omdat de blush een kleur heeft. En kleur brengt toch iets meer leven weer in je gezicht dan een bronzer. En de bronzer zit er ook vaak onder, dus je kunt beter een blush meenemen als je echt moet kiezen. Ja, en that's it. Dat is eigenlijk hoe ik mijn make-up altijd bijwerk. Eigenlijk best makkelijk. Nou, dit was dan mijn tutorial over hoe ik mijn make-up bijwerk en wat tips en tricks.
Laat me ook weten hoe jullie je make-up bijwerken. Laat het weten in de reacties. Dan kan ik daar ook weer van leren. Misschien hebben jullie ook handige tips die ik kan gebruiken. Dit is gewoon echt hoe ik het doe en wat het meest geschikt is voor mij. Ook qua tijd en energie. Dus vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!